We staan hier bij de Aap in Rijsbergen, het symbool van de Rijsbergse carnavalsvereniging, de Apelanders. De Apelanders die met hun huidige prins het carnavalsjaar weer binnenkort gaan beginnen. Maar voordat ze dat doen, is de prins met zijn 6 voorgangers, de ex-prinsen, een dag op stap geweest. Op de fiets trokken ze door hun eigen gemeente en ergens halverwege heb ik ze opgevangen en heb ik ze een opdracht gegeven. Ze waren dus met 7 mensen en we hebben daarvoor de 7 werken van barmhartigheid uit de Bijbel genomen. En ieder een contract gegeven waarvoor ze een jaar de tijd kregen om dat uit te voeren. Dat hebben we mooi vastgelegd en we stappen nu even terug om te zien hoe zij die opdracht in ontvangst hebben genomen. Mijn werk van barmhartigheid is begraven doden. Bij mij is het herberg de vreemden. Voor mij geldt laaf de dorstigen. Voor mij geldt bezoek de gevangenen. Kleed de naakten. Voed de hongerigen. En verzorg de zieken. Had jij de organisatie van tevoren ingelicht, de lopers die eraan meededen? Dus wisten de mensen wie jij laafde, zeg maar, die jij laafde, wat precies de bedoeling was van jouw opdracht? Hadden ze dat in de gaten? Ik had het wel kort afgestemd met de organisatoren. De lopers wisten natuurlijk van niks. Ik had gewoon een shirtje aan van de Bavenloop. Dus ik viel niet echt op, maar het was wel heel leuk om te doen. En iedereen was ook enthousiast, ook de vrijwilligers die op die post stonden. En ja, die mensen die doen toch ook wel belangrijk werk op zo'n dag. En dat is wel leuk om dat te zien. Want die doen het ook met heel veel overgave en enthousiasme. Ja, absoluut. Absoluut. Zo zijn we bij een aantal verschillende, met een aantal verschillende thema's terechtgekomen op verschillende plaatsen. Wat vond je zelf? Toen je zelf de reportage van jezelf terug had, wat vond je ervan? Nou, ik vond het in eerste instantie toen de opdracht uitgereikt werd, ja, dan is het lastig. Dan begin je toch hierboven te malen van ja, wat ga ik ermee doen. En op een gegeven moment komt die Bavenloop op mijn pad. En dan is dat, ik denk van nou, dat is eenvoudig en toch leuk. En dat geeft toch een klein beetje aandacht aan bijvoorbeeld een Bavenloop in ons eigen dorp. Toen ik zelf de reportage zag, had ik wel zoiets van ja, dat is eigenlijk toch wel grappig en ja, om te doen. En het zou ook misschien wel een eerste aanzet zijn om misschien zo'n soort dingetjes wat vaker op te pakken als mensen daarom vragen. Dus, Goed, de 7 werken van barmhartigheid dus. En een van die werken is begraafde doden. Degene die opdracht had was Gillion Uters. En Gillion, ex-prins carnaval in Rijsbergen ook. Gillion, kom er even bij. Begraafde doden, die opdracht heb jij gekregen. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe ben je ermee begonnen? Ja, ik was er eigenlijk in het begin niet zo blij mee, want begraafde doden, dat leent zich niet echt voor iets leuks of iets grappigs. Of, ja. Maar ik ben gaan nadenken en kijken en toen kwam ik eigenlijk uit op het kerkhof. Het kerkhof is een belangrijke plaats. Hoe raar het ook klinkt, een heel levendige plaats waar mensen elkaar tegenkomen, waar ze het hebben over mensen die hier niet meer zijn. Want er liggen ook heel veel geschiedenis, ook van de carnaval in Rijsbergen liggen hier op het Rijsbergse kerkhof. En ik heb heel veel respect en waardering voor het stille, maar belangrijke werk wat die mensen doen. En ik denk dat het goed is om Kees Aarts. Kees is de man die daar een stuk verantwoordelijk voor is. Ik laat jou graag even met Kees in gesprek. Kees, goedenavond. Kees, welkom. Jullie zijn de vrijwilligers van het kerkhof en jullie hebben dus de vraag gekregen van Gillion om mee te werken aan het thema begraafde doden. Een van de 7 werken van barmhartigheid uit de Bijbel. Gillion heeft dat denk ik met jullie van tevoren besproken. Hoe stonden jullie daar tegenover? Nou, dat vonden wij heel fijn om ook eens een keer, net als Gillion zegt, in een belangstelling te komen. Dat vind ik wel fijn. Niet voor mij hoor, want voor mij hoeft dat niet, maar voor de andere helpers is dat wel eens gezellig, ja. Het is altijd... Dus altijd de vraag bij dit soort projecten hoe mensen daarmee omgaan. En inderdaad wel leuk dat je ook een keer te zien krijgt. Je krijgt dat nu te zien in een filmpje en in foto's. Hoe daar door die vrijwilligers mee omgaan. Hoe zit jullie werkschema in elkaar? Hoe doen jullie dat? Wij zijn om de 14 dagen dinsdagmorgen. Dan komen we een man of 14, 15 bij elkaar. Dan beginnen we te schoffelen, harken. En al wat de kerkhof moet gebeuren, zowat, snoeien en dergelijke. De hoofdsnoeien, het echte snoeien. Snoeien wat vakwerk, dat doet Piet Koeken. En dan de zaak opruimen, dus dat voor de vrijwilligers. Maar dan wordt allemaal door de vrijwilligers gegaan en dat doen ze heel graag. En ik vind zelf, niet om mijn eigen op de borst te kloppen, maar dat de jongens dat buitengewoon goed doen. Want net zoals u net zei, het kerkhof ligt in Rijsbergen, prachtig bij.